Oh ja. Hallo. Even testen of we goed zitten. Waar zitten we? Voor de CNA. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik niet alleen shoppen, maar met Joan Franca. Misschien ken je haar wel. Ik ga haar tijdens het shoppen ook wat vragen stellen. Wij gaan shoppen in het winkelcentrum op Zuidplein. In Zuidplein, ik weet niet hoe je het zegt. Veel winkels en ik ben benieuwd waar zij natuurlijk van houdt. En we starten dadelijk bij MS Mode. Ja, hij doet het gewoon heel goed. Ja. En zien we zitten er goed bij, mooi haar. Ja, toch? Wij zaten hier om 9:30, hè? Ik weet niet eens hoe laat het nu is, volgens mij 11:30. Kijken. Wij hebben dus gewoon... Het is 11:45. Wij hebben dus gewoon 2 uur zitten kletten. Ja, op een bankje in Zuidplein. Zeg je op of in Zuidplein? In Zuidplein, toch? Op, nee, ik is, weet is het dat niet. Op? Nee. Op Zuidplein, dat is niet... In Rotterdam zeggen we dat niet. In ja, Zuidplein. In Rotterdam zeggen ik zeg altijd alles verkeerd. Ja. Ik zeg al Chalois. Rotterdam Chalois, zeg ik. Maar daar is het wel mooi. Dat, ik snap het wel, niet zo mooi. Maar goed, ik zit hier dus met de enige echte Joan Franca. Nou, fantastisch. Oh, eindelijk heb ik je, zie ik je echt. Ja. En we gaan lekker shoppen, want ik ben heel benieuwd naar jouw adresjes en dingetjes. Ja. En jouw tips natuurlijk. En ja, voor degene die Joan niet kennen, nou, Instagram, YouTube, alles kun je vinden. Ja, we hebben echt... We zijn allebei twee van die lange wijven. We zijn allebei twee lange wijven, ja. Maar dat is echt en dat is fijn. Heerlijk. Ja, dat is echt het fijn. Is fijn om ook iemand te kunnen knuffelen op nee, vooral in de ogen. Ja, ja, ja. Ik kijk niet staan. Op neer. Ja, ja, precies. Maar eigenlijk, ik heb zo'n zin om te gaan shoppen. We gaan starten bij MS Mode. Wat was het voor Kiki? We zitten voor de CNA. Dan gaan we misschien, weet niet of kopje daar ook wel eens iets. Ja, heel af en toe wel. Ja, ik loop er ook altijd wel eens binnen. Ja. Dus we gaan gewoon kijken wat we tegenkomen. En dan ga je natuurlijk het hemd van het lijf vragen. Ja. En je hebt nu al een supercoole outfit aan. Oh, love it. Ja, echt helemaal leuk. En nou, we gaan gewoon zien wat het ons brengt. Ja, yes? Let's go. Let's go. Nou, let's eindelijk. Go. Ik heb echt wel dorst. Oeh, dit is leuk. Ja, die broek. Ja. Maar ja, zou die lang genoeg zijn, denk je? Nu om het zwart. Ja, ik weet, oh, ik vind dat zo tof. Ja, dit vind ik heerlijk. Maar ja, met die broeken. Het is wel heel hoog. Weet je, hier kan je nog mee smokkelen, bij wijze van. Dat die lang genoeg is. Oh, die ga ik denk ik wel even meepakken. Shop jij vaak hier dan? Ik shop hier wel regelmatig. Want we hebben hier dan wel wat pareltjes. Maar vooral ja? Boven. Want daar wat is, boven? Is de koopjes. En daar is alles heel goedkoop. Is hier die outlet? Ja, de outlet. De outlet. Is boven. Het is echt een hemel. Door dat tekens. Ja, ja, daar moeten we naar. Hey, maar je hebt nu al iets gezien. Oh ja, ja. Ja, die ja. Broeken dus. Ja, ik ga met je meepassen. Gewoon samen passen. Ja. Ik voel me helemaal Saturday Night. Maar dit is niet normaal. Dit is de beste broek ooit. Oh my god. Maar het zit lekker. En het is dikke stof. Het is een legging die je echt als broek kan dragen. Fantastisch. Nou, het is niet normaal. Het corrigeert aan alle kanten. Kijk nou. Dit zit. Nou, dit is nou, echt... De kamer kan niet eens laten zien hoe fantastisch het is. Nou, ik weet niet wat dit voor magische broek is, maar kijk. Aanschouw. Hij is sowieso heel erg high-waisted. En op de een of andere manier duwt hij mijn middel echt... Verder naar binnen toe. Kijk nou. Oh, dit is echt de beste zwarte flarebroek die ik ooit heb gepast. En het is een soort legging-achtig, maar het is hele dikke stof. Het is echt niet te geloven, niet normaal. Ik wilde hier echt 10.000 van en in alle kleuren. Ze hadden hem alleen in het zwart, maar alsjeblieft. Maak ze in alle kleuren van de regenboog en met printjes. Echt. Wat is het leuk? Nee, dat is een los ding. Oh ja, oké. Kijk maar, hier liggen ze. Oh, dit is leuk. Het is wel cute. Oh, wacht even. Hey, kan je jouw stijl omschrijven? Dat is een goede vraag. Heb je een... Nou, waar ik dus heel erg van hou. Nou? Ik hou van strak. Sowieso mijn stijl is vaak strakke kleding. En dat is dat een stijl? Ja. Ik hou van dingen die heel strak en aangesloten zitten. Ja. Ik hou het persoonlijk niet zo erg van dingen die wat wijder zitten. Ik hou van een soort geknuffeld. Dus stretch is your best friend. Stretch is 1000% mijn best friend. Oh, ja. Maar is het dan meer street urban dat? Of zeg je van nou... Vraag.
weet je waar, ik hou heel erg van retro vibes, maar dat is heel moeilijk te vinden in grote mate. Dus ik smokkel daar een beetje mee. Dus dit is een beetje zo'n retro patroon, ja. Toch? Maar dan is het wel zo'n strak soort, bijna, ja, het zijn twee losse dingen, maar zo'n body suit of zo. Ik wil graag Catwoman voelen, maar dan in de 70s. Ik denk dat dat bij Catwoman in de 70s is mijn kledingstijl. Alleen het is moeilijk te vinden, maar kijk. Te gek. Dit is toch ook wel een beetje een soort... Ja, maar hier met die broek, kan je dat ook doen. Met die broek en met de ding. Fantastisch. Dat 70s, sexy 70s gevoel, strakke kleding. Ja. Heb je het gevoel dat je echt zo'n 70s type bent ook? Echt zo'n beetje... Ik denk het wel. Ik heb er altijd heel erg van gehouden, van die tijd. En ook gewoon van de muziek heel erg. Ja, dat brengt natuurlijk muziek, hè? Ja. Je bent natuurlijk echt een zangeres. Ja. De oplettende kijker, die herkent haar misschien, hè? Lang geleden meegedaan, Songfestival, te gek. Ja, en ik heb je vorig jaar eigenlijk weer herontdekt. Ik denk, oh, wie is dat knappe wijf, joh? Ik denk, fantastisch, supersterk, vrouw, mooi. Weet je wel, echt zo, ik denk, ja, die vind ik gewoon leuk, ben ik gaan volgen. En nu zit je naast, vind ik heel leuk. En we hebben ook echt meteen een connectie. Ik denk, wat is dit? Echt heel erg leuk, ook qua kleding. Maar ook diepgaande gesprekken, dus wie weet gaan we nog wel wat dingetjes doen samen. En, maar dat laat ik nog wel weten. Maar ik vind het gewoon interessant hoe jij inderdaad ook naar kleding kijkt. Laat jij je gek maken door de maten? Nee. Waar let jij dan op? Ik let heel erg op de pasvorm. Dus ik kijk naar kleding en dan denk ik, oh, inmiddels heb ik wel een beetje door van heeft het een waistband, zeg maar. Want dat vind ik belangrijk, dat er iets in. Ja, want jij hebt natuurlijk wel een verschil tussen taille en heup. Ja, ja. Dus moet je inderdaad altijd zorgen dat daar iets aansluit. Maar jurken draag je dan wel niet? Nee, bijna nooit. Nee, ik vind het zelf heel erg lastig, omdat ik dus van voor grote borsten heb, van achter grote billen. Ja. Dan ontstaat er dus heel erg een gat voor en achter. Snap wat ik doe? Een soort in de kleding vaak. Dus dan of moet iets heel aansluitend zijn, maar die kans dat ik dat vind... Of zo'n wrap dress of zo inderdaad, dat zou je er helemaal precies. Op size kunnen maken. Dat is wel top, maar die vind ik gewoon heel weinig. En ik ben ook redelijk lang, dus ik ben bijna 1,80. En ik zou heel graag wat lange jurken, zou ik heel leuk vinden. Een beetje van die flowy dresses, maar die kan ik gewoon niet vinden, nee. Het is een soort wannabe tijger, net als ik. Oh my god, dit is lekker. Dit is echt zo'n winter. Oh, dit wil je. Dit vind ik wel een heel lekker broekje. Heel lekker. Hey, en laat me je handen zien. Ik zie iets op je vingers staan. Oh ja. Mooi. Nagels klauw ik wel af. Hey, van waar? Hoe lang heb je die al? Deze heb ik echt al ook een jaar of 10 of zo, denk ik. Oh, dat is echt wel heel nieuw. Dat is nu pas iets van de laatste tijd dat ik mensen zie. Ja? Die dat doen. Heel veel mensen hebben love en hate, maar ik heb alleen love. Ik heb dat gedaan, dat ik schreef dit vroeger altijd op mijn hand. Het was een soort mijn ritueel. Maar is het een soort zelfliefde voor jezelf houden? Want je zegt, hate heb je niet gedaan. Want... Ja, en het is ook wel de boodschap, zeg maar. Want ik kies gewoon voor liefde. Ja, mooi. Altijd, ja. Maar dat is echt goed. Want hoe ga jij om met jezelf accepteren en je lijf omarmen? En is het iets wat altijd bij je heeft gepast? Of? Het is iets wisselends, zeg maar. Ik vind het ook ergens soms een druk om jezelf volledig te moeten accepteren of zo. Dat vind ik soms ook wel een beetje een druk. Dus ik heb er een beetje gemixte gevoelens over. Wat heb jij nu in je handen dan? Ja, ik heb dit gepakt. Wat leuk. Ja, jij houdt ook van die. Het is wel, ik twijfel, maar misschien als ik het aan heb. Moet je gewoon aanzien. Er zit wel een touwtje bij, dat vind ik fijn. Hey, maar jij houdt dus ook van... Ja, ik hou van gedempte kleuren. Ja, ik dus ook. Ik ben er niet op klaar naar jou kijken of dat moet je. Je mag gewoon de camera kijken. Pak de camera, Kent. Okay. Ik hou van gedempte kleuren. Ze houden ook van mij. Ja. Jij kan heel veel kleuren hebben. Ja, een mooi kleurtje, hè? Ja. Maar dat is een van je... De lievelingskleur. Dat is zo'n mooie kleur. Ja. Dat is toch... Ja, het staat heel mooi. Dat hoort bij... Ja, het is gewoon jou. Ja. Is het iets van de laatste tijd waarvan je denkt, ik voel die druk inderdaad... Nou, ik denk dat met de hele rise van body positivity, wat nu dus ook een soort hype bijna is geworden. Ja, en ook self-love en weet ik veel, je lichaam laten zien en dat soort dingen. Dat ik daarin nu een beetje lost ben of zo. Dat ik een beetje ben verdwaald in wat ik daar nou van vind en wat ik daarmee wil. En
ik denk dat het mij dus heel erg wel heeft geholpen. In zekere zin dus ook jouw Instagram heeft me heel erg geholpen. Van Mayra Louise heeft me heel erg geholpen. Dat zijn echt twee, zeg maar, waar ik echt... Maar ja... Ja, de zoektocht naar jezelf accepteren is natuurlijk een mooie reis die je... Het is ook niet, een levenslange reis, ja, ik wil zeggen, het is een eigen reis. En wat je ook niet kan vergelijken met andere mensen. Nee. En doe dat ook niet, weet je. We vergelijken je ook inderdaad niet met de anderen. Maar laat je inspireren en ja, zoek daarnaar. Ja. Dat is wel heel mooi. Ja, ik denk ook dat als je open blijft staan voor jezelf... je altijd weer nieuwe lagen vindt en ontdekt in jezelf. En dan... ja, ik denk dat dat al in zekere zin dan zelfacceptatie of zelfliefde is. Dat je in ieder geval jezelf ziet voor wat je bent en wat je doet. Hey, jij vertelt dus dat hier een outlet zit. Ja, kijk, eerste etage. Daar gaan we naartoe. Woehoe. Van kopjes jagen? Ja, enorm. Ja? Ja, ik hou er gewoon van als het goedkoop is. Ja, kijk, dit triggert mijn brein al, hè? Gewoon die woorden, ja. Sale. Wat dan? Wat doet dat met je dan? Het gaat in mijn hoofd ook zo. Sale. Het wordt steeds luider. Ja, en de prijsjes worden kleiner. Ja, precies. We gaan hoger. En de pijn in je benen wordt meer. Maar de prijsjes, kijk, daar zijn we. Hey, dit is dus geen kopjeskelder. Oh, dat is waar. Maar een kopjes... Zolder. Precies. Oh ja, shortjes allemaal. Draag jij shorts? Nee, ik heb deze toevallig wel eigenlijk. Maar die draag ik bijna niet. Ik vind dat toch altijd een beetje spannend. Dus ik heb best wel grove billen, heb ik. Kijk, dus ja. Je prachtig juist. Ja, alleen dan gaan die broekjes naar omhoog. Ja. En ik krijg ze gewoon niet goed aan. Het is niet voor mij gemaakt, heb ik het idee. Plus, ik heb heel vaak camel toe. Ja, maar jij hebt het ook volgens mij zo'n hoog kruis. Hè? Ja, ja, hoog. Ook. Ja, kruishoogte. Ja, dat is echt vervelend. Ja, en daar zet het hem in. Ja. Want Vera had altijd het probleem met de broek vinden. En ik heb het ook uitgelegd. Het heeft echt met je kruishoogte te maken. Ja. En zodra jij hoog, hè, veel speling hebt met stof, dan vind je de juiste broek. Dit item had ik echt nooit gepakt als het niet was voor Edith. Dit is een broekrokje. Goeie engel proberen te vinden om te laten zien. Kijk, hij is tot hier en er zit dus een broekje onder. Nou, hoe epic is dat? Kijk hem nou. Oeh. Ja, deze vind ik echt helemaal top. Ik denk dat ik die nog vaak ga dragen. Ik zou er ook nog een panty onder kunnen doen, bijvoorbeeld, zei Edith. Toen dacht ik, hey, daar heb je een punt. En ik vind hem heel leuk staan. Samen met deze kooltrui. Zoals je kunt zien, hij is helemaal tot bovenaan. Ik kan zelfs nog mijn hoofd er half in stoppen. Dit is echt de perfecte kooltrui, vind ik. Hij is ook een beetje wat groter, wat oversized. Kijk nou. Ik vind dit dus heel leuk bij elkaar staan. Het rokje, wat geen rokje is, maar een short. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Er zit zo'n broekje onder. En kijk dan, perfect. Dus, inderdaad, die heb ik meegenomen. En die was nu 7,50. Je ziet het. En ik heb maat 52 genomen. Omdat ik het lekker vind dat die wat losser zit. En ze vallen wel wat klein. Dus als jij denkt van, ik zou er nog willen. Daar hingen er nog heel veel van. En die waren ook even zwart. Maar die hebben dus niet meegenomen. Volgens mij was het de grootste maat, was maat 50. Kijk, dit vind ik zo mooi. Wat? Vind je het lastig, zo'n printje dan? Ja, ik vind dit... Nou, dit printje vind ik leuk, maar omdat het doorschijnend is, denk ik, wat moet ik daar dan onder? Hoe werkt dit nou? Ja, gewoon een heel mooi BH. Of juist een zwart colletje eronder doen. Dat helemaal... Ja, zodat je dan gewoon... Ja. Of een beige eronder. Zodat het lijkt dat je huid, maar dan schijnt er geen gekke dingen doorheen. Dat kan ook heel mooi zijn. Ik vind het wel heel tof, tientje. Ja, het ziet er niet uit als een tientje. Dit kan je helemaal Victoriaans maken. Ja, dat zie ik. Ja, want dat als je hem anders omdraagt, een broche of iets. Oh, anders omdraagt kan natuurlijk. Dat is echt iets waar ik dus eigenlijk nooit Want die zit ik in geen kopnaden in, snap je? Dus je kan dat heel goed. Het kan gewoon andersom. Ja, ik doe dat heel vaak. Oh, en hij kan ook gewoon dichter bij de... Haal je het kaartje, het labeltje haal je dan wel even eruit. Want het gaat irriteren in je nek of in je keel. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, en dit vind ik ook is echt wel heel mooi. Classy dit, hè. Ik heb hem andersom aan. Wat hier allemaal hangt.
Kijk, dit vind ik, dit is, als je het over 70's hebt. Mm-hmm. Leuk. Die ook leuk. Die is ook heel leuk. Oh, hoe duur is het? Tientje. Tientje. Oh. Hmm. Nou, dan vind ik die ink net zo leuk als die wat je beneden had gepakt. Maar eerlijk, vind ik die leuker? Toch? Ja, precies. Die... Dit vind ik leuker. Ja, ik snap deze sale ook niet. Ik ben er blij mee, maar ik snap alleen niet hoe die Ik is. Dus ook niet. Ik denk van, dit kan nu gewoon nog in de winkel hangen. Ja, precies. Want deze hangt hier ook verkeerd waarschijnlijk. Ja, die, want die was net... Ja, dit is toch helemaal... Dat kan... ja. Zelfs die... Ja, precies. Waarvoor hangt die hier? Hey, en hier zo'n corduroy ook. Ja, is ook dat... vet hoor, deze. Maar is dit nou echt of nep? Nee, het is het gewoon niet. Ja. Dat is, normaal is het een harde stof. Ja, ja. Maar het is mega stretch, hè? Even de spullen in het hok gehangen. Ik ga kijken waar Joan uithangt. Ik ben bevrijd. Ik heb mijn armen vrij. Ik heb alles in het hok gehangen. Oh! Hij ziet er een beetje kort uit. Die vind ik wel heel leuk met zo'n ruitje. Ja, ik hou ervan. Is die lang? Ja, die zijn te kort. Kijk maar. Te kort? Tall girl problems. Ja, maar echt. Ik ben toch, en dan toch kan ik het niet. Ja, maar misschien bij jou wel, want ik heb langere benen. Ik heb een beetje lang boven. Ik ga het wel proberen. Volgens mij heb jij ook al een hele berg. Dan is het maar huilen en proberen. Of 52 neem ik ook gewoon mee. Ja, tip hè. Als jij dingen te kort zijn altijd. Goed een maat groter doen, dan valt het vaak wat langer. Al is het maar 1 centimeter. Ja, precies. Die 1 centimeter. Hé, hey, maar qua lengte is het toch goed? Qua lengte is die goed. Maar oh, dit is van de voorkant wel. Ook, maar dan heb je dit. Dat is wel echt een toffe broekje hoor. Ja, is die leuk. Hij is wel leuk. Ja, vind ik ook. Vind ik juist niet standaard. Het is wel leuk, maar toch vind ik het... Ik weet het niet. Oh, oneindig. Maar nu kunnen we een dansje doen. We zijn ook de nieuwe ABBA. Ja, precies. Deze grijze flared broek. En aan de onderkant zie je dat die eigenlijk losgehaald is. Dat is eigenlijk wat ik altijd doe. Zou ik het ook laten zien. Maar deze was dus al zo. Hij is nog steeds voor mij wel een beetje te kort. Maar goed, maar goed, maar goed. Maat 48 paste. Perfect. Ik denk, oké, hoe kan dat? Ik heb verschillende maten mee. Maar deze is echt dus inderdaad een hele mooie flared broek. En voor 10 euro. Dat je denkt, waarom gaat dit in de sale? Maar goed, ik heb maar daarom meegenomen. Heeft u ook een andere maat? Hey, hallo. Heb je deze ook in maat 50? Ja? Hey, iemand. Oh, maar ik wil daar naartoe. Je staat, je mag geen niet horen. Ja, maar het is illegaal. Ga onder dat hek door. Ga onder dat hek door. Nee. Ze gaat gewoon. Dat ik nog weer niet meer terugkomen. We hangen over een camera. Ik sta in principe nog tussen de muur. Nu moet je zo'n soort laser ontsnappingspoging. Van de winkel. Dit is een kant voor mij die ik niet graag ga laten zien aan de hemel. Laten we niet zien, helaas, knip ik eruit. Helaas. Dit ben ik ook. Dit is ook wie ik ben. Oh, wat hilarisch. Dezelfde broek aan. Ik vind het wel een grappig broekje hoor, moet ik zeggen. Een leuk broekje. Ja, goede kont. Ik heb pannenkoek. Net niet. Ik vind de lengte dan wel. Ja, ik ben jaloers op die lengte. Ja, die is dan wel weer. Maar dat is wel grappig. Dan zie je dat we eigenlijk bijna even lang zijn. Ja. Maar mijn benen zijn dan weer langer. Echt dan een stuk langer. Ja. En alhoewel, nee. Als ik nu ook kijk naar mijn schouders. Kijk naar mijn schouders. Doe je schoen dan uit. Ja, maar doe je schoen uit. Het scheelt niet heel veel, denk ik. Ik denk wel zo. Dit. Nou, we hebben dezelfde maat. Toch? Of niet? Ja, ongeveer. Oh, dan ben je 48,50. Ja, en dan zie je dus het verschil qua lichaam, hoe anders ons lijf is en ook hoe anders de kleding dan eruit ziet, zeg maar. Ja, jij hebt extremer X en ik ben wat iets rechter vergeleken met jou. Ja. Ik heb helemaal zo'n 70s gevoel. En mega classy, dus echt fantastisch. En kijk, dat is die donkerblauwe denim in maat 50. Zo zie je, dan hebben we een andere maat. Riempje zat er ook bij voor 10 euro. En hij was inderdaad ook helemaal, zo'n heel recht model, maar uiteindelijk ook flared.
En hij was mij natuurlijk veel te kort. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dit eruit gehaald. Zie je dat? Zie je dat? Nou, dat scheelt dus inderdaad 3 centimeter. Dat is voor mij dus. Is hij 3 centimeter langer geworden. Scheelt wel. En ik ben wel aan het denken om dit misschien ietsje dichter te maken. Dat is echt fantastisch. En doordat hij inderdaad openvalt, is het een extra flared. Dat is echt een prachtige broek. Daar hingen er niet veel meer van. Volgens mij maar 3. Joan heeft natuurlijk ook gepast. Zo zie je dat het bij elk figuur wel anders is. Maar lucky me dat ik deze heb meegenomen. En vervolgens had ik ook, ja, come on. De zomer is voorbij, maar dit is een item die kan ik volgend jaar weer gewoon dragen. Het is gewoon heel tijdloos. Ik had deze al in een leopard printje. Ja, cool is die, hè? Ja, hij is echt tof. Ja. Ik hou van deze kleur ook. Ja. Dan dun stofje, dus wel, het rekt niet. Nee. Dus dat is wel anders. Maar kan je erin zitten, denk je? Ja, dat is ook een fantastisch. De ultieme zittentest. Oh, ik voel al dat het misschien moeilijk gaat. Oh, je hebt gelijk. Het gaat wel, niet. Het gaat, maar het is moeilijk. Zou deze stof... Oh, ik weet niet of ik nog op kan staan. Oh, kijk. Ja, daar gaat. Wat denk je? Oh, dit vind ik jammer. Oh, ik had nooit willen gaan zitten. Heb ik jou laten... Ja, je hebt mij laten zitten. Ik heb je laten zitten. Ja, lekker boekie. Ja, toch? Oh, en bij jou zit het echt perfect, hè? Qua lengte. Precies, deze lengte is precies goed. Maar wat een leuke broek. Echt een leuke broek. De kleur vind ik heel mooi. Ja. Oh, hij zit hier ook. Ja, de sleutels. Ja. Dat is chill. Dat is perfect eigenlijk. Tientje. Oh, tientje. Maar weet je hoe ik altijd ben? Dat ik zo ook 2 kopen. Ja. Ja, nou, maar als je soms... Kijk, ik vind deze wel heel leuk, maar niet... Nee, als je zo'n klassieke, ja, tijdloos... 100% ja, kopen 2. Dat is echt... Ja. Daar heb ik zo vaak spijt van gehad dat ik het niet heb gedaan. Ja. Altijd doen. En dat deze broek in de outlet te vinden was, vind ik echt bizar. Kijk nou. Er zit ook aangesloten hier bij mijn rug. Ik vind het echt leuk. En hij is flared. Oh yeah. Flared pants. Oh, daar ga ik zo goed op. Superleuk blazer. Ik hoop dat er een broek bij zit. Dat zit er dus niet bij. Zou dat ook een tip zijn die, hè, naar de kijkers, wat zou je voor tip hebben? Ja, nou, als het gaat om je lichaam, zeg maar, omarmen, is gewoon alles voor jezelf durven te zien. Ja, dus ik denk ook dat het belangrijk is om je lichaam, in ieder geval, je hoeft niet heel je lichaam aan heel de wereld te laten zien. Ik bedoel, daar ben je niet toe verplicht. Helemaal niet. En dat is ook niet per definitie zelfliefde of acceptatie. Nee, en ik denk misschien dat je... Misschien ook bedoel, misschien wel ook als karakter jezelf laten zien. En ja, precies. Fysiek, of bedoel ja, je dat? Het is allebei, zeg maar. Dus ik denk dat dat heel erg verbonden is met elkaar. Wat je van binnen voelt, dat straal je van buiten uit. Dus hoe je lijf er ook uitziet, zeg maar. Dat is een ding wat aan de hand is. Maar ik denk ook, als je het echt hebt over je lichaam omarmen, hoe je eruit ziet... denk ik dat het ook belangrijk is om in ieder geval jezelf niet voor jezelf te verbergen. Dus je mag echt wel in de spiegel kijken en echt, dat heeft mij wel echt geholpen. Gewoon kijken, hoe ziet mijn lichaam eruit? Dat is echt goed naar jezelf, ja. En dat is ook, leer je lichaam ook kennen, hè? In de zin van je vormen, zodat je weet hoe je kan shoppen. Ja. Ook met hè, Shop the Shape natuurlijk ook. In plaats van dat je je gek laat maken door die maten. Ja. Want hè, wat we geshopt hebben, als ik naar mezelf kijk, ik heb maat 46, 48, 50, 52. Ja, bizar eigenlijk. Gaat nergens over. Nee. Wat je allemaal eigenlijk dan... Dus laat je daar niet gek door maken. Nee. En inderdaad, ja, wat je zegt, ken je lichaam. Ken weet wie je bent. En dat vind ik toch wel echt super mooi. Ja, we wilden natuurlijk heel veel winkels nog in gaan. Ja, we zitten alleen maar te kletsen hier. Maar dan weet je een podcast kunnen opnemen. Ja. We hebben zoveel kennis hebben gedeeld. Zo mooi. Het gaat wel goed. Dat we daar naartoe gaan. En we gaan nog even lekker verder. Ik kan nog koffie. Ja, maar ik zit nog aan de water. Lekker.
komt er straks nog. Hey, we zijn nu bij Tic & Mac, wat zie jij? Zag je een leuke jurk? Ja, dit, maar het is een XS. Maar... Zou je dit dragen? Ik vind het echt leuk. Ja, het pakt me wel, ja. Och, ik zie wel best wel leuke dingen eigenlijk. Maar kom je hier, kijk je hier vaker of niet? Om eerst zijn niet echt. Nee, ben jij een merkenvrouw? Niet per se, nee. Ik kik daar niet heel erg op. Nee? Ik heb het gewoon niet. Dus misschien als ik het heb, dat ik ineens helemaal... Maar ik had het net wel over, ik krijg die tas daar. Hey, die tas, hè? Ja, het is om te janken zo mooi. Zien. Ja. Glory. En die andere, die print, die vond jij ook helemaal... Ja, deze vind ik ook echt... Oh. Wat is dit? Oh. Kijk, we kunnen wel net doen alsof we hem dragen. Kijk. Oh. Maar gewoon bij dit outfitje, hè? Ja. €800. En die grote €700. Misschien kan jij ze afleiden. Fantastisch mooi. Oh. Ja. Nou, we laten ze maar hier, hè. En hey, jij hebt wel een leuke tas van Carl aan om. Ja, Carl Lagerfeld. Die heb ik ook bij TK Maxx. Ja, ik kom hier bijna, maar die is al hier best wel oud hoor. Maar wel leuk. Ik hou, want ik pas meestal van dit soort tassen niet. Die passen niet op mijn omvang. Nee. Dus deze was echt Carl. Heeft mij gesteund. Heeft mijn bek. Ik pas hem. Dat komt misschien omdat het een mannentas is. Ja, oh, is het een mannentas? Omdat denk het ik, groot is. Denk ik. Maar heel cool. Ja, toch? We gaan snel naar buiten. Ja, wel met die tas. Anders gaat die tas mee naar huis. Ja. Hey, we zijn even bij Zara. Oh, ik vind het wel lekker uitzien. En ik ben normaal niet zo van de denims, hè? Maar ik word hier wel heel blij van. Die zakjes zo. Kom jij wel eens bij Zara dan? Nee, echt nooit. Omdat ik altijd het idee heb van, nou, hier hebben ze mijn maat niet. Dus ik heb me er eigenlijk nooit echt aan gewaagd, om eerlijk te zijn. Ja, in principe kan je hier natuurlijk ook gewoon kijken naar nets en breisels en dingetjes met stretch en zo. Eigenlijk hetzelfde wat je bij andere winkels doet. Klopt. Dus... Ja, ik vind het altijd zo intimiderend uitzien. Het is al... Oh ja? Snap je? Ja, heb je, ik weet niet waarom, maar ik voel me hier... Maar wat dan? Alsof ik niet welkom ben. Maar ik weet niet of dat zo is, maar ik voel me nooit zo welkom. Oh. Als ik daar buiten sta, denk ik, oh... Heb jij ook dat gevoel? Laat even weten of je inderdaad winkels hebt dat je denkt, nou, dat voelt... Ik durf dan niet naar binnen. Ja, ik voel me gewoon niet helemaal op mijn gemak dan. Maar ik zie wel een hele leuke trui daar. Hey, wat triggert jou? Wat zag je nou? Ik zie die hele trui hier. Ah, die is leuk. Heel leuk. Het gaat alleen tot maat L. Ja, maar kijk even naar die vorm. Die is waarschijnlijk heel groot. Maar dat irriteert me dan gewoon. Hoezo? Maar alleen tot L gaat, dan denk ik nou... Het irriteert me. Ik wil XL. Maar normaal gaan ze tot 2XL, hè? Ja, oké, maar waarom nu niet dan? Maar dit is een knit, dus die valt sowieso ruimer. Maar dan kan die nooit oversized op mij. Heb je een L gevonden? Nee. En wat je wel kan doen, als de maten... Ik scan altijd het product, ik heb die app. Hey, de L. Dan ben ik heel benieuwd. Zou je moeten kunnen aandoen. Ja? Weet ik zeker. Leuk. Ben je nou verbaasd dat het past? Ja, ik ben verbaasd. Maar ik nou? Vind niet... Ik vind dat je ziet dat hij oversized wordt, maar dat niet is bij mij. Ja, maar dat is onze redding. Ons zit het dan fitted. Ja, alleen kijk, dit. Snap je wat ik bedoel? Als die dan... Ja, maar het is een boxing model. Truien zijn nooit fitted, hè? Zijn nee, nooit, alleen, een, nooit een ik X. Ik vind het een beetje soort awkward met mijn borsten dat hij hier strak zit en hier dan wijd. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, maar dat zie je zo niet, hoor. Vind je het niet? Vind ik niet, nee. Nou, niks gezien. Wel, dat vind ik wel cool. Zie ik die rode broek hier. Ja. En dan denk je, ik heb nu gewoon een rode gescoord. Precies. Dus dat doe ik dus wel. Ik zoek naar dingen en gewoon in andere winkels. Ja, precies. Dat is het ook. Ik had al een rode broek, maar die is mij iets te groot van Xandres. En ik dacht, nou, deze hangt hier voor een tientje. Perfect. Kijk dan, prachtige rechte pijp.
En ook wel lang genoeg. Ik zou dit zompje er nog uit kunnen halen, maar het is een zom van 2 centimeter. Dus dat doet niet zo heel erg veel. Nou ja, elke centimeter is meegenomen bij mij. Maar hoe te gek, het is gewoon bij de Lady Dangerette. Daar kan je mij wel aan uittekenen. Dus ik vind het fantastisch om dit te dragen in combinatie met bijvoorbeeld donkerblauw en wit. Hè? Natuurlijk heel erg simpel. Je kan rood erbij doen. Zwart vind ik altijd heel heftig, doe ik niet zo snel. Maar mooie bruine, camel, beige, noem maar op. Fantastisch. Ja, dit was echt een lucky dat ik deze nog gevonden had. Hey, bestel jij veel online dan? Ja, ik bestel vooral heel veel op ASOS. Oh, dat is echt mijn website. Hun hebben mijn bag, zeg maar. Ja. Alles wat ik daar in maat 50 koop, dat was ik, standaard. Oh, wat perfect. Dus dat is echt... Wat doe je dan ook van de tall-collectie? De tall-collectie gaat tot maat 48, die pas ik ook. Ja. Vaak, niet altijd. Nee. Meestal wel. Nee. Ik had een tijd geleden een broek daar gehad en die paste ik niet, helaas. Dus het is net, net aan. Ja. Maar verder koop ik gewoon van de plus-size collectie van ASOS. Eigenlijk vooral mijn kleding. Maar vooral dat ASOS, er verder geen andere site. Nee, ASOS is echt mijn go-to site. Ik heb ook wel zo'n Boohoo en dat soort plekken besteld. Maar ik vond die kwaliteit zo ruk dat ik dacht van ja, dan moet je geluk hebben dat er iets goeds tussen zit. Bij ASOS is het meestal wel goed hoor. Ja. Dit is echt super leuk. Zou jij dit dragen? Of vind je het de kleur misschien? Nee, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel mooi, maar ik weet niet of het mij zou staan. Ja, kraagje is toch helemaal fantastisch. Ja, dit is echt top. XL. Ja, dit is XL en die is ook echt heel groot hoor. Maar als ik het nu zie, denk ik wel, het is net een nachtjapon. Dus je moet er wel echt iets mee doen. Ja, je moet er wel iets overheen dragen. Ja, maar het kraagje is zo cute. Zal ik proberen gewoon dit er ook bij aan te doen? Hier is een XL. Zal ik even de broek? De look aandoen. Oh, dat kun je wel doen. Kijk hoe dat is. Wat zei u daarom? Oké. Okay. Als je gewoon even daarnaast staat. Ik zal het zo uitdoen, dan. Oh, hilarisch dit. Zoals je kunt zien, ondanks dat ik dus maat 50 heb, pas ik een XL contour van de H&M. Heet het wel een kooltrui, een kool shirt, een kolletje, geen idee, maar dit is het. Ik vind hem echt heel leuk. Ga even kijken of ik het beter kan laten zien, want dit is natuurlijk helemaal niks. Zo. Ja, dus dit is de kool die ik heb gekocht. Nou, dat was de brugglas, toen ik dat paste, denk ik. Brugglas voor mijn tieten. Oh, geweldig. Als dit... Dan heb je gewoon één topje nodig voor één bocht. Ja. Oh my god. Ik heb dus deze broek gehaald bij de outlet van de MS Mode. Ik vind hem echt helemaal top. Ik vind het printje ook heel erg leuk. Kijk. Leuk printje, hij sluit goed aan bij mijn rug. Dat vind ik echt een van de belangrijkste dingen aan de broek. Hij heeft zakken. Oeh. En het is een soort flowy stof. Daar ga ik enorm goed op. Nog iets gedaan. Ik ben nou online gaan shoppen. Want ik werd gek. Ik zag opeens pakken voorbij komen in knalroze en knalgroen. Deze zijn dus alleen online verkrijgbaar, want het zijn van de studio collectie. Maar let op, die studio collectie valt vaak een maat kleiner. Ik heb dus deze pakken besteld. Oh! Broek in maat 52 en het jasje in maat 50, want ik wil het ook een beetje loose fit hebben. Hè? Net als het shortje wat ik net vertelde. Fantastisch, oh my god. En weet je wat het ergste, het mooiste, het perfecte is? Ze zijn lang genoeg voor mij. Die broeken zijn gewoon lang genoeg. Oh, ik kan er gewoon hakken onderaan. Oh. En het is een wijde broek. Ja, ik weet niet wat dit voor promo is. Ja, sorry jongens, maar als ik zo enthousiast ben, dan wil ik dat natuurlijk met jullie delen. En oh my god, kijk even, ja, je ziet al een sneak, kijk even deze kleur op een rij, groen, oker en roze. Oh, welke zou jij gaan, roze of voor groen? Het zijn dus echt double-breasted pakken, jasjes en wijde pantalons. Weet je wat een tip is van deze? Het zijn wijde pantalons. Dus als jij denkt van ja, die zijn maar echt meters te lang, kan je ze heel goed laten inkorten. Je verandert de vorm niet. Je verandert het model niet van de broek. Het is gewoon een rechte pijp. Dus je kan het heel goed of zelf innemen of iemand anders aan het werk zetten.
Ik weet niet of je het kan zien, maar de plooi voor is dus gestikt. Dat betekent dat deze er niet uitgaat met zitten, noem maar op. Oh, er is zo goed over nagedacht. Ja, jongens, dit pak is echt op mijn maat gemaakt. En ik wil deze in alle kleuren. Ik heb natuurlijk een prachtige pak van Marina Rinaldi in paars. Ik heb nu die rode broek en mijn rood pak. Ik denk, oh my god, wat. Ik wil dit in het bruin. Ik wil het in het groen, echt een beetje donkergroen. Ik wil meer ook nog die herfsttinten. Dat zou ik willen. Of een okergeel. Ja, en mensen, word me even wakker. Luister goed naar mij. We willen dit. Dus dit zijn voor mij tijdloze pakken. Goed investering. Dat je denkt, oh my god. Ja, heel blij mee. Dus ik heb een mega score. Lang geleden dat ik bij MS echt zoveel gekocht heb. Maar het is het allemaal waard. Joan, ik raak niet uitgepraat. Ik vond het zo leuk. Ja, het is echt heel, heel gezellig. Ik wil jou heel erg dankjewel voor het meedoen. En jullie allemaal dankjewel voor het kijken. En wie weet, zie je haar wel weer snel terug. Nou, bye!